الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Beste broeders, het onderwerp van de lezing, zoals jullie hebben gezien, zal gaan inshallah over de omgang tussen de echtgenoten. De omgang tussen de echtgenoten, waarom eigenlijk? Eigenlijk was de vraag of van de broeders hier in Tilburg om iets te zeggen over de maand Ramadan, zoals de meesten doen. Lakin, omdat ik de afgelopen tijd, in de maand Ramadan ook, zoveel yani, vragen heb gehad, of situaties heb meegemaakt, conflicten, tussen man en vrouw. Waarvan ik dacht van, dat dit onderwerp yani, meer aandacht nodig heeft, dan andere zaken, op dit moment. En heel veel yani, broeders en zusters hebben hier ook behoefte aan. Dat het over de getrouwde broeders en zusters of de broeders en zusters die van plan zijn om binnenkort te trouwen. Allah Azzawajal heeft ons in de Koran opgedragen om de vrouwen goed te behandelen en om met hun goed om te gaan. وعاشروهن في المعروف وعاشروهن بالمعروف عاشروهن بالمعروف betekent عاشروهن بالمعروف is dat wij met ze omgaan op een goede wijze. Op een goede wijze, المعروف, wat gangbaar is. Wat gangbaar is, de goede behandeling, goede omgang, goede relatie. Dat is المعروف. المعروف is datgene waar de sharia mee is gekomen. ما أقرته الشريعة وتعارف عليه الناس wat bekend is en normaal en gangbaar is bij de mensen en wat de sharia goed gekeurd heeft. Dat is al-ma'roof. Zo heeft Allah Azza wa Jalla ons opgedragen om met de vrouwen om te gaan bil-ma'roof. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam in vele overleveringen raadt hij ons aan en beveelt hij ons om goed te zijn voor de vrouwen. Istawso bin nisa'i khayra. Istawso bin nisa'i khayra. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En die behandelen ze goed. Wasiyah. Dat is een advies en raad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Om ze goed te behandelen. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Khiyarukum khiyarukum li ahlih. Wa ana khayrukum li ahlih. De beste onder jullie zijn diegenen die goed zijn voor hun vrouwen. Of voor hun ehl. En hij zei toen, ik ben de beste onder jullie voor mijn vrouwen. De beste van de mannen is niet diegene die met de beste karaktereigenschappen te zien is bij zijn vrienden en buitenshuis. En binnen is dat nergens meer te bekennen. Dat is niet de beste. Als iemand wil behoren tot de beste, gejarokom, hoort hij als eerste beginnen binnen zijn huis. Daar moet hij de beste zijn. Daar moet hij die eigenschappen en die goede manieren tonen. Aan zijn vrouw, aan zijn kinderen, aan de mensen die thuis zijn. En dan als hij daarnaast nog ook nog eens goed buiten is, is dat alleen maar beter. Lijkt iemand die buiten geprezen wordt door zijn vrienden. Die altijd goed is voor zijn vrienden. Met een goede karaktereigenschap. Altijd geduldig is. Lijkt binnen zijn huis. Is hij dat nooit? Zo iemand behoort niet tot de beste. Zo iemand behoort niet tot de beste. En de man, en de moslim, die hoort altijd goed te zijn. Tegenover iedereen. Hij hoort altijd goede woorden uit te spreken tegenover iedereen. Wa qulu lin-nasi husna. Zeg tegen de mensen het beste. Dit is algemeen. En als wij door Allah Azza wa Jal bevolen zijn om tegen de mensen het goede te zeggen, dan is het helemaal het geval als het gaat om binnenshuis.
en iemand met wie je leeft tijdens yani een huwelijk. Tijdens een huwelijk. Want het huwelijk, is zoals yani een keer Sheikh Suleiman Rohaili zei. Hij zei, is zoals iemand die op zee is en vaart op een schip. Je vaart op een schip, zo is ook het huwelijksleven. Je gaat door het leven en je bent alsof je op een schip bent, op zee. Op zee, waar gevaren in voorkomen, waar je elkaar nodig hebt. Zo is het huwelijk ook, je hebt elkaar nodig. En ook momenten van, er zijn momenten van, ja, niet van blijdschap en momenten van verdriet, momenten van boosheid, momenten van, lakin, je bent op die schip en je hebt elkaar nodig, want je moet aankomen. Zo is het ook met het huwelijk. Een huwelijk ga je in om aan te komen. Uiteindelijk moet deze huwelijk stand houden tot het einde. Dat is eigenlijk het doel van een huwelijk. Huwelijk is niet iets tijdelijks, maar is iets wat altijd gaat blijven. Dat is de intentie bij het beginnen van een huwelijk, is dat hij blijft bestaan tot het einde van de dood. Tot het einde door de dood. Dat is de intentie vanaf het begin. En hij kan natuurlijk ook eindigen op een andere manier. Laat je in eerste instantie hoort een huwelijk blijvend te zijn. Blijvend te zijn, zoals nogmaals het voorbeeld van de schip. Je dient aan te komen, dus jullie hebben elkaar. Je hebt elkaar nodig. Er zijn mooie momenten, er zijn mindere momenten. Maar ondanks dat heb je elkaar altijd, altijd nodig. Vandaar dat je tijdens een huwelijk, als er problemen zijn, die op de beste manier op te lossen. Op de beste manier op te lossen. Onder elkaar. Op een goede manier. En niet direct denken aan scheiden. In deze maand, nogmaals, heb ik een aantal keer, misschien wel 10 keer bijna, dat ik hoor van, we zijn van plan om te scheiden, ik wil scheiden. Met een maghrib, de hele dag gaat goed, tijdens het eten, tijdens een iftar, gaat het mis. De shaitaan komt tussen hun en die gaat boos weg en die blijft boos thuis. Yani gharib, ajib gewoon, tijdens de maand Ramadan, tijdens de maand waarover de profeet zegt dat de grote duivels geketend zijn, gebeuren zulke zaken. Dagelijks, subhanallah, vandaag 1 of 2 keer, 1 keer herinner ik me sowieso goed, ben ik geconfronteerd met het talaq en met ruzies binnen het huis. Dagelijks, ajib, subhanallah. Dat komt omdat er weinig geduld is. Weinig geduld is tussen de echtgenoten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dus in de hadith, ghiyarukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. De beste onder jullie zijn diegenen die de beste zijn voor hun echtgenoten. En ik ben de beste. Ik ben de beste voor mijn echtgenoten. Een gelovige, een mu'min, die volgt de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn advies. En de profeet zegt van de beste onder jullie. Dus als iemand wil behoren tot de beste, dient hij het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. Wees goed voor haar. Behandel haar op een goede manier. En niet, wees niet hard of grof of onbeschoft of beledigend of vernederend. Zoals vaak voorkomt. Behandel een vrouw zoals jij wil dat jouw zusje behandeld wil worden. Als iemand getrouwd is bijvoorbeeld, of als iemand een zusje heeft die getrouwd is met iemand. Of hij heeft een dochter die getrouwd is met iemand. Hoe wil hij dat de man zijn dochter behandelt? Of hoe wil hij dat een zwager zijn zus behandelt? Zo behandel je ook je vrouw. Deze vrouw is ook een zus van iemand. En een dochter van iemand. Behandel haar zoals jij wil dat jouw dochter en jouw zus behandeld willen worden. Vandaar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen er een man kwam naar hem, of een jonge man, hij zei, ja Rasulallah, geef mij toestemming om overspel te plegen, om zinnen te plegen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem, zou je dat willen voor jouw zus of voor jouw moeder? Hij zei, nee. Zou je dat willen voor jouw zus? Hij zei, nee. Voor jouw dochter? Ook niet. Voor jouw tante? Ook niet. Tayyib, waarom wil je dat wel voor iemand anders, zijn dochter of zijn zus of zijn tante?
Dus hij begreep gelijk wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bedoelde. Behandel iemand zoals je zelf behandeld wil worden. En dat geldt ook voor, dat geldt ook voor de vrouwen. Behandel ze goed. Wa ashiruhunna bil ma'roof. Want een huwelijk, die is er om rust te vinden. En om liefde. En om barmhartigheid. Dat is het doel van een huwelijk. Dat is een van de grootste doelen, een van de grootste doelen van een huwelijk. Dat er barmhartigheid is. Dat er rust is. At-tuma'nina. En een mawadda. Ar-rahma. En het ta'awun. Elkaar steunen. Bij het goede. Ta'awun al-birri wa taqwa. Elkaar steunen bij het praktiseren. Elkaar steunen bij het verrichten van aanbiddingen. Dat zijn doelen. Dat zijn doelen van een huwelijk. En niet alleen maar op elkaar letten. En naar elkaars tekortkomingen zoeken. En elkaar alleen maar de schuld geven. Van alles wat er misgaat. Dat is niet hoe een huwelijk stand houdt. Dat is niet hoe een huwelijk stand houdt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons geadviseerd om de vrouwen goed te behandelen, ondanks hun tekortkomingen. Istawsu bin nisa'i khayra, fa inna al-mar'a khuliqat min dhil'i adam. Wa inna a'waj ma fi dhil' a'la, fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, fa istawsu bin nisa'i khayra. In deze hadith had de profeet sallallahu alayhi wa sallam: wees goed voor de vrouwen en behandel ze goed en ga goed met ze om, want ze zijn geschapen van de rib van Adam. Allah azza wa jalla heeft Adam geschapen en hij heeft daarna zijn vrouw geschapen uit hem, uit zijn rib en uit de meest gebogen rib. De meest gebogen rib, de hoogste rib die het meest gebogen is. Als je deze rib wil rechttrekken, zal hij hem breken. Zal hij hem breken. En als je hem laat gaan, dan zal hij kunnen genieten met tekortkomingen. Met tekortkomingen die behoren tot de natuurlijke aanleg van een vrouw. De vrouw is zo geschapen door Allah Azza wa Jalla. Natuurlijk is zij geschapen met deze tekortkomingen en bepaalde gebreken. Zowel in haar dien als in haar verstand, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Een vrouw is niet zoals een man. Een vrouw is niet zoals een man. Niet zoals een man in haar manier van denken. En ook niet in haar manier van doen. En ook niet in haar manier van onthouden. Een vrouw is anders dan een man. Een vrouw heeft bepaalde gebreken en bepaalde tekortkomingen. Lekker een man moet haar accepteren zoals ze is. De natuurlijke tekortkomingen en gebreken, die moet geaccepteerd worden. Want als je dat accepteert, dan zal je van haar, zal je met haar kunnen genieten en met haar kunnen omgaan, maar met de tekortkomingen, met deze gebreken, die zullen altijd blijven. En als je die wil stoppen en als je die wil verwijderen, dan kan dat alleen maar door middel van talaq. Fa in de hebta tuqimuha kasartahu. En in riwaya wa kasruhu talaqu. Of talaquha. Dus een vrouw heeft tekortkomingen, lakin neem datgene wat Allah Azza wa Jal voor jou heeft voorbestemd en vergeet en negeer bepaalde zaken en vergeet bepaalde zaken en vergeef. Khudh al-afw wa'mur bil'urf. Khudh al-afw, neem datgene wat makkelijk is. Ma tayassar, datgene wat kan en wat aanwezig is. Ga niet op alles letten. Ga niet jouw rechten allemaal halen en allemaal opeisen. Dat kan nooit. Een vrouw kan nooit alle plichten nakomen. Maar datgene wat kan, neem dat. Datgene wat minder is of wat minder kan, vergeef dat en laat het gaan. En dan heb je het over rechten. We hebben het niet over rechten van Allah Azza wa Jalla, maar over rechten tussen jou en je vrouw. Je kan niet alles eisen. Alle rechten opeisen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Want nogmaals, de vrouwen hebben altijd gebreken. En je zal nooit een vrouw vinden die geen enkel gebrek heeft.
die zal je nooit vinden. Dan zal hij alleen moeten leven. Ook broeders. Omgaan met broeders. Je zal nooit een broeder vinden, broeders vinden, die geen enkele gebreken hebben. Altijd is er wel iets. Altijd heeft iemand wel zijn tekortkoming. Lakin, la shak, dat broeders en zusters, en vrouwen yani, dat ze meer goede eigenschappen hebben dan slechte eigenschappen. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, la yafriku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Een gelovige mag nooit een gelovige vrouw haten. Hij mag nooit zijn echtgenoot haten. La yafriku, yani la yubghid. In kariha minha khuluqan, als hij een afkeer heeft tegen een bepaalde, voor een bepaalde eigenschap die die vrouw heeft, dan heeft hij ook andere eigenschappen waar hij wel tevreden mee is. Radia minha khuluqan akhar. Dus een vrouw, la shak, als ze mu'mina is, heeft ze altijd eigenschappen die goed zijn. Want een mu'min heeft altijd goede zaken. Vandaar dat de profeet ook zegt, al mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kullin khair. Een sterke, een gelovige met een sterke iman is beter en geliefder bij Allah en zo dan iemand met een zwak iman. Lakin beide hebben goede zaken, wa fi kullin khair. Zolang ze gelovigen zijn, hebben zij ook goede zaken. Ook al heeft iemand een zwak iman, hij zal ook, toch zal hij goede zaken hebben en goede eigenschappen hebben. Vandaar een vrouw, als je een afkeer hebt tegen een bepaalde eigenschap, zijn er altijd andere eigenschappen die wel goed zijn en waar je tevreden mee bent. Vandaar dat je daarop moet focussen en die andere eigenschappen waar je niet tevreden mee bent, werk daaraan. Werk daaraan, maar ga niet erop hameren. Ga niet erop hameren en haar mee confronteren en haar vernederen en haar de schuld geven en haar yani, bespotten of onbeschoft taalgebruik gebruiken omdat zij bepaalde eigenschappen heeft. Nou, werk daaraan en help haar yani, help haar ermee. En een vrouw, beste broeders, dat is eigenlijk het begin van een gezin. Dat is het begin van een gezin. En een gezin is zoals en een gezin voor de gemeenschap is zoals een hart voor een lichaam. Als het hart goed is, zal het lichaam ook goed zijn. Zoals de profeet zei, idha saluhat, over het hart, idha saluhat, saluhat jasadu kullu. Zo ook een gezin. Als een gezin goed is, zal ook de gemeenschap en de omgeving waar men leeft goed zijn. Maar dit gezin moet ook van binnen goed zijn. De vrouw en de man, die moeten ook yani, elkaar helpen en elkaar steunen, zodat dit gezin een goede gezin wordt, waardoor ook de gemeenschap daarna wat aan hun heeft. De rechten van de vrouwen en de mannen zijn in de islam veel. En de islam heeft iedereen zijn recht gegeven. En de islam is een religie die iedereen zijn rechten geeft. Vandaar als deze mensen zich aan hun rechten en aan hun plichten houden, dan zullen zij zien dat deze plichten en deze rechten goed voor hun zijn. En dat dit zorgt voor rust en voor yani, liefde tussen de echtgenoten. Er zijn rechten die Allah azawajal heeft gegeven en die de sharia heeft gegeven aan de echtgenoten voordat zij met elkaar in huwelijk gaan, voordat zij met elkaar trouwen. Hij heeft de recht gegeven om een keuze te maken. Zij kiezen elkaar. Zij kiezen elkaar. De man kiest de vrouw. En de vrouw kiest ook de man. Zij hebben een keus voordat ze met elkaar gaan trouwen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: toen kahul mar'a li arba. Een vrouw wordt getrouwd om vier redenen: om haar schoonheid,
en om haar rijkdom en om haar afkomst en om haar dien. Dit zijn de vier redenen waar een vrouw om wordt getrouwd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam adviseerde om een vrouw te huwen om haar dien. Dus je kiest een vrouw. Want deze vrouw huw je om haar dien. Omdat deze vrouw een moeder wordt voor jouw kinderen. Die jouw kinderen gaat opvoeden. En daarnaast wordt jouw partner in het leven. Vandaar dat je een vrouw moet kiezen om haar dien. En over de man zat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de voogden. Men ataakum. Wa tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Degene die naar jullie toe komt, waarvan jullie tevreden zijn over zijn dien en over zijn geluk, over zijn karakter, eigenschappen, huw hem. Dus ook een man wordt gekozen. Een man die religieus is en daarnaast ook nog goede eigenschappen bezit, dat is de man die gekozen moet worden en die geaccepteerd dient te worden. Dit zijn rechten voor het betreden van het huwelijk. Tijdens het voltrekken van een huwelijk zijn er ook rechten. Rechten voor de vrouw. Vrouw heeft recht op bruidschat. Vrouw heeft recht op acceptatie. Ze mag weigeren als ze niet wil. Er wordt van haar toestemming gevraagd, wat verplicht is. Een vrouw mag nooit gedwongen in een huwelijk ingaan. Maar haar toestemming wordt gevraagd. Dat is haar recht. En tot haar recht is ook dat deze huwelijk bekend wordt. En niet geheim blijft. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith tegen een van de sahaba: Aulim walau bishat. Aulim, verricht of geef een huwelijks, een bruiloft. Ook al is het maar met één, ook al is het maar met één schaap. En de rasool sallallahu alayhi wa sallam gaf ook bruiloften voor zijn huwelijken die hij voltrok. En hij zei ook tegen de vrouwen: sla met de doef. Ze mogen doef slaan om deze huwelijk bekend te maken. Dus een huwelijk dient bekend te worden en bekend gemaakt te worden. En niet geheim blijven. Mensen moeten ook op de hoogte zijn. En mensen mogen ook blij zijn met jou of met degene die trouwt. De familieleden mogen blij zijn. En ook zijn naasten en zijn vrienden. Vandaar dat een huwelijk bekend dient te worden. Dient bekend gemaakt te worden. En daarna zijn er natuurlijk rechten tijdens het leven. Tijdens het huwelijksleven. En dit zijn natuurlijk de belangrijke rechten en de belangrijke plichten. Want tijdens zo'n huwelijksleven, dan pas leren ze elkaar goed kennen. En dan maken ze die tijden mee. De blije tijden. En de mindere tijden, tegenspoed en voorspoed, tegenslagen. Dan moet er ook geduld opgebracht worden. Dan heb je een partner waarmee je alles moet delen. Je overlegt met elkaar. Terwijl je daarvoor in je eentje was. Je hoeft met niemand rekening te houden. Maar nu moet je rekening houden. Nu moet je overleg plegen. Nu moet je de ander behandelen met het goede. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Je dient goed te zijn voor de ander. En dit vergt geduld. En heel veel broeders en ook zusters die dat niet van tevoren, die niet van tevoren goed hebben nagedacht hierover, komen daardoor in de problemen. Die moeten ineens rekening houden met een ander. Die moeten ineens overleggen met een ander. En heel vaak gaat het dan mis. Is er geen geduld. Die moeten rechten of plichten. Die moeten hun plichten nakomen. En die moeten rechten geven aan de ander. De ander eist op. En dan ontstaan er soms situaties van, conflict situaties. Maar ondanks dat, ook deze conflict situaties, of ruzies, of oneenigheden, moeten naar oplossingen gezocht worden. Ook daar moeten naar oplossingen gezocht worden. Het is natuurlijk belangrijk als iemand getrouwd is, dat hij zijn rechten kent, maar vooral zijn plichten. Zodat hij deze plichten kan nakomen. En de rechten kan krijgen, of de ander zijn rechten kan geven. Een vrouw, een echtgenote,
dient ook de rechten te kennen en de plichten te kennen. En het nakomen van de plichten, dat doen ze niet om elkaar alleen maar tevreden te stellen, maar dat doen ze in eerste instantie om Allah azawajal, om Allah subhanahu wa ta'ala daarmee te gehoorzamen. Want Allah is degene die deze plichten verplicht heeft gesteld. En deze rechten heeft gegeven aan de ander. Dus als iemand zijn plicht nakomt, dient hij de beloning te zoeken bij Allah azawajal. De vrouw die haar man gehoorzaamt, die gehoorzaamt haar man en ze hoopt op de beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ze gehoorzaamt haar man niet omdat hij daardoor haar rechten geeft. Nee, ze gehoorzaamt haar man omdat Allah azawajal dat van haar heeft gevraagd. En omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat van haar heeft gevraagd. Ze gehoorzaamt haar man omdat ze daarmee Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam gehoorzaamt. En dit is een van de rechten van haar man. Een van de rechten van haar man is dat ze hem dient te gehoorzamen in al-ma'roof. Niet in al-ma'siyah. Ze gehoorzaamt hem zolang hij haar niet opdraagt om iets te doen wat verboden is. Als hij haar opdraagt om iets te verrichten wat verboden is, dan mag ze hem niet gehoorzamen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Fi ma'siyati al-khaliq. Je mag nooit iemand gehoorzamen van de schepselen als je daarmee Allah azawajal ongehoorzaam bent. De man heeft vele rechten die Allah subhanahu wa ta'ala hem gegeven heeft op zijn vrouw. En de recht van de man is zo groot dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, hij zei: als ik iemand zou bevelen om te knielen voor een ander, dan had ik de vrouw laten knielen voor haar man. Dan had ik de vrouw laten knielen voor haar man. Maar het knielen voor schepsel is verboden. Het knielen mag alleen voor Allah azza wa jal. Maar dit duidt wel op de positie van de man. Dit duidt op de positie van de man. Deze positie heeft hij gekregen van Allah azza wa jal. En dat moet de vrouw ook beseffen. De vrouw moet beseffen dat deze positie die de man heeft gekregen, dat hij deze heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. De islam heeft in deze positie gegeven. En dat duidt op het belang, yani van zijn recht. En in een ander hadith, waar ook de positie van de man blijkt, die hij gekregen heeft van de islam, is de hadith waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Hij zegt: een vrouw zal het recht van Allah niet volbrengen en niet op de juiste manier kunnen uitvoeren totdat zij de recht van haar man heeft volgebracht. Totdat zij de recht van haar man heeft volgebracht. Dan pas kan zij de rechten van Allah azawajal yani ook nakomen op de juiste wijze. En dat duidt weer op de positie van de man. Dat Allah subhanahu wa ta'ala yani zijn recht en de recht van de man samen heeft gekoppeld. Aan elkaar heeft gekoppeld. En in een andere hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de vrouw: Ida sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi babi shi'ti min al-abwab al-thamaniya. Als de vrouw haar dagelijkse 5 gebeden uitvoert en haar maand vast, en de maand Ramadan vast, en haar eer beschermt en haar man gehoorzaamt, dan zal er tegen haar gezegd worden: Yawm al-Qiyamah, treed het paradijs binnen van welke deur je maar wil. Van welke deur je maar wenst. Wanneer? Als het deze verplichtingen nakomt. De gebeden. En de maand Ramadan. En dat ze haar eer beschermt. En dat ze haar man gehoorzaamt. Dat ze haar man gehoorzaamt. Ze gehoorzaamt haar man in het goede. In het ma'roof. En niet in het ma'asi. En ook tot de rechten van
de man of zijn vrouw die de islam hem heeft gegeven, is dat ze hem dient te danken. Ze dient hem te bedanken voor wat hij allemaal voor haar doet. Voor de gunsten. En ze dient de gunsten niet te ontkennen. Want een man, een vrouw kan niet zonder haar man. Een goede man die zijn plichten nakomt, de vrouw dient hem te bedanken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in de hadith. En hij waarschuwt hier voor de vrouwen die hun man niet bedanken. Of die de gunsten ontkennen. Of die de man niet waarderen. De profeet zegt in de hadith: La yanduru Allahu ila imra'a la tashkur li zawjiha. La tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni minhu. La tastaghni anhu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze hadith dat Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah niet zal omkijken naar een vrouw die haar man niet bedankt. Terwijl zij weet dat ze niet zonder hem kan. Dat ze niet zonder hem kan. Dus hij heeft hem nodig. Dus zij dient haar man te bedanken. En dat zorgt ook voor een goede huwelijk. Een goede relatie. Als ze haar man bedankt voor als hij iets voor haar doet, bedankt ze hem. Op de juiste momenten. Met de juiste woorden. Dat zorgt voor een goed huwelijk. Een vrouw die alleen maar ontkent en die haar man niet waardeert. Daarover zat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei: ik heb de hel gezien en ik zag dat de meeste van haar inwoners vrouwen zijn. Toen zei de vrouw tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: hoe komt dat? Hij zei: yakfurna. Zeiden de vrouwen, ze ontkennen. De vrouwen zeiden toen: yakfurna billah. Ontkennen zij Allah azza wa jal? Hij zei: la. Yakfurna al-ashir. Zij ontkennen, yani de gunsten van de echtgenoten. Zij ontkennen de goede omgang die de echtgenoten met hun hebben. De echtgenoten die hun altijd verzorgen en die altijd goed voor hun zijn, heel het jaar door. En als zij één keer iets ziet wat haar niet bevalt, dan zegt zij: hij heeft nooit iets goeds voor mij gedaan. Hij heeft nooit iets goeds voor mij gedaan. Ik leef altijd in ellende met hem. Terwijl hij altijd goed is geweest voor haar. Maar soms heb je momenten die misschien minder zijn. En momenten waarbij hij misschien niet goed is voor haar. En dan ontkent ze alles wat er is geweest. Zulke vrouwen zijn gewaarschuwd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei: yakfurna al-ashir. Ze ontkennen de goede omgang die de echtgenoten met hun hebben gehad. De gunsten van de echtgenoten. Waardoor ze bestraft worden in de hel. Dus een vrouw moet opletten. En ze moet oppassen dat ze niet behoort tot die vrouwen die hun man niet waarderen. En die alles ontkennen. En die alleen maar zeggen van: ik leef in ellende. Terwijl het niet zo is. Terwijl het niet zo is. Ze vergeet heel snel yani, mooie momenten die geweest zijn. En ook door de rechten van de man op zijn vrouw is dat zij ervoor moet zorgen dat ze hem niet boos maakt. En ze moet ervoor zorgen dat hij tevreden is met haar. En als hij boos wordt, moet ze proberen om hem weer tevreden te stellen. Moet ze ervoor zorgen dat hij weer tevreden is met haar. En ook wat ze moet vermijden, is dat zij boos wordt. Dat zij boos wordt. En als ze boos wordt, wat kan en wat mag, dan moet dat niet blijven. Vooral boos worden en zijn rechten weigeren. Dat mag niet. Vooral als het gaat om yani, rechten die te maken hebben met gemeenschap en dergelijke. Ook al is zij boos op hem, dan nog mag zij hem niet weigeren. Mag zij hem niet yani, weigeren, want als ze dat doet, dan vervloeken de engelen haar tot
tot de ochtend, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zei. En als zij bijvoorbeeld boos is ook, dan mag ze niet het huis verlaten. Want dient ze gewoon thuis te blijven. Sommige vrouwen vandaag de dag, er is een conflict tussen haar en haar man, dan pakt ze gewoon haar koffers, gaat ze weg. Gaat ze weg en gaat ze naar haar ouders. En haar ouders, die sturen haar niet terug. En ze blijft daar. En haar man wil haar terughalen. Maar haar ouders willen niet, of haar broers willen niet. Dat is allemaal yani, verboden. En zolang dat het geval is en haar man boos is op haar, en hij blijft thuis en hij overnacht en hij is boos, dan vervloeken de malaïka haar totdat ze terugkeert. Totdat ze terugkeert naar haar man. En ook tot de rechten van de vrouw, van de man, is dat de vrouw ook toenadering dient te zoeken bij haar man. Met mooie woorden, met goede daden en ook met het uiterlijk en andere zaken. Met kleding, ze maakt haarzelf op, ze zorgt ervoor dat ze, dat haar, niet dat ze aantrekkelijk wordt of dat ze zichzelf aantrekkelijk maakt voor haar man door middel van kleding, opmaken en dergelijke, parfum, binnenshuis, al deze zaken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd over de beste vrouwen. Wie de beste vrouwen zijn. Khairun nisa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam antwoordde en hij zei: de beste vrouwen, dat zijn de vrouwen die gehoorzamen, die hun man gehoorzamen. Tuti'uhu ida amar. Als hij haar iets oplegt of vraagt, dan gehoorzaamt zij. Dan geeft ze gehoor. Tuti'uhu ida amar. Watasurruhu ida nadar. En tot de beste vrouwen zijn ook die vrouwen die als haar man naar haar kijkt, dat hij vrolijk wordt. Dat hij yani, een aantrekkelijke vrouw voor zich ziet. Die moeite doet om haarzelf op te maken. Om haarzelf mooi te maken. Mooie kleding dragen en dergelijke. Tasurruhu ida nadar. Als hij naar haar kijkt, vrolijkt hij en die vrolijkt ze hem op. Deze vrouw behoort tot de beste vrouwen. Die de mannen gehoorzamen. En die er ook goed uitzien. Die hunzelf ook yani, opmaken. En ervoor zorgt dat ze er goed uitzien met hun man. Dat is het recht van de man. En ook tot de rechten van de man is dat de vrouw haar man dient te beschermen in zijn afwezigheid. Zijn eer. Dat ze niemand naar binnen laat. Behalve diegene die hij toestemming geeft. Zijn geld. Dat hij niet zomaar zijn geld uitgeeft. Behalve zijn toestemming. Als hij algemene toestemming heeft gegeven, is het een ander verhaal. Maar als dit niet haar, zijn geld te verspillen. Maar als dit zijn geld te beschermen. Zijn kinderen. Die zijn te beschermen. En een goede opvoeding te geven als hij aanwezig is. Niet zoals sommige vrouwen doen. Als de man aanwezig is, verbiedt ze bepaalde zaken. En als hij afwezig is, laat ze hun gaan. Laat ze hun gaan. Bijvoorbeeld het luisteren naar muziek. Of tekenfilmpjes met muziek. Maar als de man aanwezig is, verbiedt ze dat. Als hij afwezig is, laten ze hun gaan en doen ze makkelijk. Ja, ze dient haar man en zijn eer, zijn kinderen en zijn geld te beschermen. Ook al is hij afwezig. Ook al yani, is hij afwezig. En ze vraagt toestemming, nogmaals. Als hij weggaat of als iemand binnenlaat, dient zijn toestemming te vragen. Vooral als hij naar buiten gaat. Want de vrouw mag alleen maar naar buiten gaan met toestemming van de man. Tenzij hij nogmaals haar toestemming heeft gegeven om naar buiten te gaan. Algemeen toestemming. Maar als hij geen toestemming heeft gegeven, dan moet ze thuis blijven. Dan moet zij thuis blijven totdat hij yani, haar toestemming heeft gegeven. En ze dient hem ook te beschermen in zijn eer en in zijn dien. Ze dient hem te beschermen in zijn dien. Ze moet geen fitna naar binnen brengen in huis. Ze moet geen foto's naar binnen brengen van vrouwen bijvoorbeeld.
of spreken over andere vrouwen. Of makkelijk doen en haar zusjes meenemen naar huis, bijvoorbeeld. Dus niet haar man te beschermen. En geen fitna voor hem naar binnen te halen. En ook andere rechten voor haar man, andere rechten van haar man, is dat ze geen geheimen tussen hem en haar mag verspreiden. Ze mag geen geheimen doorvertellen. Zelfs niet aan haar moeder, of aan haar zus, of aan haar beste vriendinnen. Ze dient de geheimen die binnen zijn huis zijn, dient ze binnen zijn huis te laten. Vooral de slaapkamergeheimen. Die mag ze helemaal niet vertellen. En het verbod daarop is nog strenger dan andere zaken. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat de slechtste mensen zijn bij Allah azza wa jalla. Degene die verspreiden wat er binnen huis gebeurt. En wat er plaatsvindt in de slaapkamer. Ze zijn de slechtste mensen bij Allah. Bij Allah azza wa jalla. En ook de vrouwen heeft rechten. En ook de man, en ook de vrouwen hebben rechten, en ook de mannen hebben plichten. De mannen zijn verplicht om hun vrouwen goed te behandelen. Dat is hun recht. En ze zijn ook verplicht om hun vrouwen te onderhouden. Ze hebben een onderhoudsplicht voor hun vrouwen en hun kinderen. Ze hebben recht op levensonderhoud. De vrouwen hebben recht op levensonderhoud. En ze hebben recht op een onderdak. En ze hebben recht op kleding. Bil ma'aruf. Wat normaal gesproken, yani, gangbaar is. Ze hebben recht op een goede behandeling. Op goede eigenschappen. En ze heeft recht op onderwijs. Haar man kan haar onderwijzen. Of hij laat haar kennis verrichten. Kennis. Hij laat haar kennis opdoen. Dat is haar recht. Want hij moet haar steunen. En hij moet haar beschermen in haar dien. Zoals Allah in de Koran zegt: Qu anfusakum wa ahlikum nara. Red jezelf en jouw ahl, onder andere je vrouw en je kinderen, van de hel. Hoe red je ze? Door ze te onderwijzen. En door ze te gebieden. En te verbieden. Bepaalde zaken die verboden zijn. En zaken die verplicht zijn, dien je hun op te dragen. Laat ze kennis opdoen. Dat is ook een vorm van redding. Dat je ze daarmee redt. Ja, niet van de helvuur. En ook is een van de rechten van de vrouw, is dat haar man niet op haar moet letten op alles wat ze doet. En haar moet veroordelen op elke beweging. La. De profeet sallallahu alaihi wasallam was makkelijk. Hij was makkelijk in omgang, makkelijk in alles. Ma khuyyira bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma. Als hij mocht kiezen tussen twee zaken, koos hij altijd voor het makkelijke. Hij koos altijd, yani, voor het makkelijke. Zo was de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij nam genoegen met weinig. Dus ga niet een vrouw beoordelen op alles. Op elke beweging die ze maakt. Want dan zal het heel snel slecht aflopen. Want nogmaals, een vrouw is niet perfect. En een man ook niet. En perfectie is voor Allah azza wa jalla. En de mensen hebben gebreken. De mensen hebben gebreken en hebben tekortkomingen. Dus de man dient niet overal op te letten. En hij dient zaken te negeren. En zaken te vergeven. En hij dient naar goede eigenschappen te kijken. Naar bijzondere eigenschappen die een vrouw heeft. Dient hij te kijken. En haar ook erover te vertellen. En mindere eigenschappen nogmaals. Daar moet aan gewerkt worden. Maar hij moet daar niet de nadruk op leggen. Hij moet daar niet de nadruk. Yani, op leggen. En hij moet een vrouw accepteren zoals zij is. Lekker nogmaals. Zolang de grenzen van Allah azza wa jal niet overschreden worden. Zolang de grenzen niet overschreden worden. Bij overschrijding van de grenzen, dan moet hij ingrijpen. En dan moet hij haar verplichten om dat te verlaten. En hij moet haar gebieden
om iets bijvoorbeeld wat verplicht is, uit te voeren. Hij mag dan niet de zaak negeren. Hij mag dan niet de zaak negeren. Nee, hij moet dan yani, adviseren. Hij dient dan te adviseren. Dus de man of de vrouw heeft recht op een goede omgang en op de goede karaktereigenschappen van een persoon. En de Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith: Akmalun nasi imanen, ahsanuhum khuluqa. De meest volmaakte gelovigen, dat zijn diegenen die de beste karaktereigenschappen hebben, die de beste manieren hebben. En de beste mensen zijn die mensen die het beste zijn voor hun vrouwen. Die het beste zijn voor hun vrouwen. Vandaar dat een man de vrouw goed dient te behandelen. En hij dient ook haar recht te geven. Recht van onderdak nogmaals. Recht van onderhoud. Niet dat de vrouw iets vraagt en dat de man dat uitstelt. Of dat de man dat weigert. La. Als dat nodig is thuis, dan moet de man dat halen. Dan moet de man dat halen. Als het gaat om onderhoud, als het gaat om eten en dergelijke, dient hij datgene te halen wat zijn vrouw, voor hem vraagt. Want zijn vrouw heeft recht op onderhoud. Heeft recht op onderhoud. En op een goede. Op een goede behandeling. En niet iemand die alleen maar zijn vrouw vernedert nogmaals. En die haar alleen maar de schuld geeft van alles wat misgaat. En die alleen maar tegen haar zegt: je bent ongehoorzaam. En je luistert niet. Dat is wat ik altijd hoor. Dat de man zegt tegen zijn vrouw: je bent ongehoorzaam. En je luistert niet. En het is altijd jouw schuld. En het komt altijd door jou. Terwijl de vrouwen ze weer zeggen van: ik gehoorzaam en ik doe mijn best. Maar de mannen, die weten allemaal dat de vrouw de man moet gehoorzamen. Dat weten ze. Ze weten dat. Ze kennen die plicht. Vandaar dat ze altijd het benadrukken. Je dient mij te gehoorzamen. Je dient naar mij te luisteren. Naam. Dus niet je te gehoorzamen. Sahih. Maar ga niet op alles letten. Ga niet op alles zeggen van: je moet mij gehoorzamen. En op alles overal verplichten. En de vrouw alleen maar verplichten om dingen te doen. Of verplichten om dingen te laten. En dan zeggen van: is dit mij te gehoorzamen? Is niet te gehoorzamen, naam. Maar ga niet op alles letten. Ga niet op alles letten. Maar laat dingen gaan. En wees niet streng over alle zaken. Wees niet streng over, yani, over alle zaken. Binnenshuis zijn er heel veel methodes om de relatie te versterken en om een goede huwelijksrelatie te verkrijgen. En dat kan zowel bij de man, zowel van de kant van de man komen, als van de kant van de vrouw komen. En daar moeten ze op letten. Want deze zaken, die versterken de liefde van de vrouw, de liefde tussen de echtgenoten. En soms zijn het maar heel kleine zaken. Soms zijn het zaken die heel klein zijn, maar die wel belangrijk zijn. Als bijvoorbeeld de man thuis komt van werk. Als de man thuis komt van werk. Dan dient de vrouw, als zij yani, de relatie wil versterken en beter wil maken, dient ze hem goed te ontvangen thuis. Goed te ontvangen als hij binnenkomt. Met de salam. En ze ziet er goed uit. En ze ruikt lekker. Daar houdt de man van. Hij ziet haar. En hij vrolijkt op. Niet dat de man thuis komt. En dat de vrouw haar zelf niet heeft verzorgd. En de kinderen hebben er pijn op van gemaakt thuis. En eten staat nog niet klaar. En ze heeft niks gedaan. Dat maakt de man soms boos. En dat bevordert het huwelijksleven niet. Dat bevordert het huwelijkse leven niet. Maar ze ontvangt hem op een goede manier. Ze ontvangt hem op een goede manier. En ook ze leren de kinderen ook om de vader goed op te vangen. Dat is ook belangrijk. Dat de moeder
de kinderen leert, als de vader binnenkomt, hoe ze hem moeten ontvangen. Dat ze moeten omhelzen, dat ze zijn hoofd moeten kussen, de salam dienen te geven. Als de vader binnenkomt, als de man binnenkomt en hij hoort dat, dat vrolijkt hem op. Dat kan soms een hele grote bijdrage leveren aan hun huwelijksleven. Want heel vaak gaat het al mis als de man binnenkomt. Als hij ziet dat er geen orde is thuis. En dat het thuis niet geordend is. Of dat de vrouw niet verzorgd is. Of dat de eten bijvoorbeeld nog helemaal niet aan is begonnen. Of iets anders. Daar begint het soms al. Maar als het juist goed is. En nogmaals, een goede ontvangst. Als hij een goede ontvangst krijgt. Dan draagt dat bij een goede relatie. Als hij binnenkomt, vraagt ze naar hoe het gaat. En biedt ze hem wat te drinken aan. Als hij komt van werk, dan buiten Ramadan. Of eet staat klaar. Dat bevordert wel een relatie. Dat bevordert een relatie. En meestal willen de mannen dat ook. De mannen willen, als ze binnen thuis komen, dat het geordend is thuis. Dat er, als hij bijvoorbeeld thuis komt van werk en het is etenstijd, dat eten klaar staat. Of dat het bezig is. Dat er gewoon orde is thuis, daar houdt hij van. Of als hij bijvoorbeeld bezoek heeft, hij wil mensen uitnodigen. Hij wil broeders uitnodigen. Dan dient de vrouw dat met open hart en open armen te ontvangen. En niet kritiek geven. Hoeveel broeders zijn het? En dit. En het is voor mij te zwaar. Het is te moeilijk. Als hij gasten heeft, dient zij zijn gasten ook te ontvangen. En zijn gasten goed te behandelen. En niet klagen. Ze moet niet lopen klagen over gasten en dergelijke. En ook als bijvoorbeeld een man een keer gefrustreerd is en boos is, moeten ze hem niet beantwoorden met hetzelfde. Moeten ze hem niet beantwoorden met hetzelfde, maar laat hem gaan. Ook al is het zijn schuld van die man zelf, open dit onderwerp op een ander moment. Op een ander moment open je dit onderwerp en spreek je hem erop aan. Maar niet direct terwijl hij nog boos is, want dit verergert alleen maar de situatie. En dit kan soms leiden tot ineens talaq. Als iemand boos is en die vrouw die gaat ook tekeer, dan kan het ineens, uit het niets, kan hij ineens haar de scheiding geven. Terwijl als een vrouw geduldig is, ook al is het haar schuld niet, ook al is het zijn schuld, maar geduldig zijn en laat hem maar gaan en open dit onderwerp of praat er op een ander moment over als hij dit vergeten is. En als er een juiste moment voor is. Tayyip. En ook tijdens die andere momenten. Bijvoorbeeld als de man ziek is. Of als hij moe is. Dat ze hem gerust stelt. En dat ze hem goed behandelt. En dat ze de kinderen bijvoorbeeld bij hem weghoudt. Zulke zaken bevorderen alleen maar het huwelijk. In positieve zin. In positieve zin. En ook als het gaat om het gebruik van goede woorden. Het prijzen van de man. Het glimlachen. En ook omgekeerd bij de vrouw. Omgekeerd ook. En grapjes maken met elkaar. Dat bevordert ook een relatie. En ook als het gaat om het elkaar helpen. Bij het goede. Bij het ibadat. Bij het ta'at. Bijvoorbeeld de Ramadan breekt aan. Dat de man de vrouw zaken leert over de maand Ramadan. Profeetjes geeft. El-Eid komt eraan. Hij geeft haar wat profeten over el-Eid. Andere dagen komen eraan met Hajj. Of met andere tijden. Geeft hij haar bepaalde zaken. En bepaalde profeten. Waar ze wat aan heeft. Waar ze wat aan heeft. En ook als het gaat om de vrouw. Dan dient de man ook. Haar af en toe te verrassen, dat bevordert ook het huwelijkse leven. Hij verrast haar met een cadeau of met een reis. Als het bijvoorbeeld vakantietijd is, gaat hij met haar ergens naartoe. Of hij gaat op vakantie en als het niet kan, neemt hij haar een keer mee ergens. Een weekendje of een dag, of maakt niet uit. Zulke zaken bevorderen in het huwelijkse leven. Sommige mannen die denken van een vakantie is alleen maar naar Marokko gaan voor 6 weken.
En dat doet hij één keer in de vijf jaar. En de rest van die vier jaar en de rest van die vijf jaar blijven ze thuis. En mag ze alleen maar naar haar moeder gaan als dat in dezelfde stad is. Dat is niet iets wat een huwelijksleven bevordert. Positief, in positieve zin. Maar af en toe bijvoorbeeld een trip maken naar een andere stad of naar een ander land. Hoeft ook niet geld te kosten. Hoeft niet veel geld te kosten dat. Met de auto bijvoorbeeld. Naar een andere stad. Ergens eten bijvoorbeeld. Dat bevordert. Dat bevordert in huwelijkse leven. En dat zijn misschien kleine zaken. Maar die wel belangrijk zijn. Of een cadeau. Sommige mensen weten niet wat een cadeau is. Bestaat niet. Hij vindt dat misschien niet vrouwelijk. Een cadeautje geven aan zijn vrouw. Schaamt zich om een cadeau te geven. Dat is niet iets mannelijks. Cadeau geven is goed. De profeet zegt in een hadith. Tahadu tahabu. Geef elkaar cadeaus. Zodat jullie liefde krijgen voor elkaar. Dat is ook gewoon in algemene zin. In algemeen. Maar helemaal. En onder de partners onderling. Dus dat is belangrijk. Zulke kleine zaken. Waar je af en toe op moet letten. En waar beide partners op moeten letten. Die zaken die wel het huwelijk in positieve zin goed bevorderen. Ja, dit zijn een paar dingen. En een paar adviezen voor mezelf. En nogmaals, naar aanleiding van wat ik de laatste tijd vaak heb gehoord. En in deze maand Ramadan nog erger en nog meer dan daarvoor. Wat eigenlijk gewoon triest is. Iemand die net 2 weken is getrouwd. 2 weken voor de Ramadan. En die dan weer scheiden. Heel snel. En het gaat om praktiserende broeders en zusters. Heb ik niet over dronklappen of zo. Ik heb het over mensen die praktiseren. En die de manhaj kennen en dergelijke. Dat bij hen voorkomt. Binnen een paar maanden of binnen een paar weken. Dat het zo snel opgeven. Dat is gewoon ajib. Ajib. Iemand die zoveel moeite heeft gedaan. Om een vrouw te vinden. En om een huwelijk. Om een huwelijksfeest te geven. En de ouders weten ervan. En iedereen. En dan binnen 2, 3 weken. Willen ze al. En dan willen ze ermee stoppen. Ajib gewoon. Dat komt vaak voor. Subhanallah. Of elkaar onrechtvaardig behandelen. Of dat hij de vrouw alleen maar vernedert. En overal de schuld van geeft. Dat is niet zeg maar hoe een man een vrouw dient te behandelen. Istawsu bin nisa'i ghayra. Zoals de profeet zegt. Istawsu bin nisa'i ghayra. Dit is een raad en advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Om goed te zijn voor de vrouwen. Ghiyarukum, 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 ghiyarukum. Bi ahlihi. De beste onder jullie zijn diegenen die het beste zijn voor hun vrouwen. Zo dient de man te zijn. Hij volgt hiermee de advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo dienen ze te zijn. En nogmaals, conflicten, dat zal toch plaatsvinden. Hoe dan ook. Lekker, probeer naar oplossingen te zoeken. En niet direct grijpen naar talaq en dreigen. Dreigen met een tweede vrouw. Of dreigen met talaag, of dreigen met andere zaken. Daar los je niks mee op. Sommige broeders, die zijn niet in staat om een tweede vrouw te nemen. Die weet dat van hunzelf. Maar hij praat met zijn vrouw over een tweede vrouw. En daardoor, die vrouw, die raakt daardoor gestrest. En waardoor ruzies ontstaan. Terwijl er helemaal geen tweede vrouw in de picture is. Helemaal niet. Maar hij praat erover en hij zegt het alvast tegen haar. Het heeft geen zin. Als je in staat bent en de tijd is er rijp voor en je wil het doen, dan open deze onderwerp. Weet je wel. Maar alvast beginnen met dit onderwerp terwijl je helemaal niet in staat bent. Terwijl je helemaal niet de intentie hebt om een tweede vrouw te nemen. Maar daardoor ontstaan wel conflicten. Daardoor ontstaan conflicten. Vermijd zulke zaken. Vermijd zaken. Die zorgen voor conflicten. Die zorgen voor conflicten. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.